Op donderdag 15 mei is het nieuwe college door de raad gekozen en door burgemeester Lamers geïnstalleerd. Het college bestaat nu uit Marcel Houtkamp van D66, Mario Stam van de Partij van de Arbeid, Alexander van Steenderen van de SP, Nathalie Gouweleeuw van de VVD en Patricia van Aken van het CDA. Stam en Gouweleeuw maakten al deel uit van het college. Voor Houtkamp, van Aken en van Steenderen is het nog even wennen aan de nieuwe baan. Aan de ene kant wordt er ontzettend veel informatie over mij en de andere nieuwe wethouders heen gegooid. Ik moet allemaal wennen aan nieuwe wachtwoorden, passwoorden. Ik krijg allemaal apparatuur uitgereikt die het niet altijd meteen doet. Dus terwijl mensen hier denken van nou, dat gaat allemaal goed en je weet wat er in je agenda stond. Nou, dat was een groot deel van deze dag nog niet het geval. Dus het is allemaal een beetje verrassend, maar dat is natuurlijk ook logisch. Dat is altijd als je van baan verandert. En ik ben me nu aan het voorbereiden op een eerste echte commissievergadering woensdagavond of zoiets. Dus dat zit er ook al allemaal aan te komen. Volgende week de raadscommissies. Nou, hartstikke leuk. Heel erg wennen. Heel veel indruk op de eerste twee dagen tot me genomen. Hele leuke indrukken. Maar ook dat je nog heel veel te doen hebt. En dat je nog heel veel geïnformeerd moet worden over heel verschillende zaken die lopen. Dus enorm veel werk. Maar wel heel leuk al. Nou, het bevalt me heel erg. Het is echt nog even, zoals je zegt, wennen. Hè? Waar zit mijn eigen stoel? Wat is mijn kamer? Wie moet ik hebben waarvoor? Maar ik krijg zoveel medewerking van alle ambtenaren hier dat ik al het gevoel heb dat ik best wel langzaam zeker mijn weg begin te vinden hier. Gouweleeuw en Stam zijn blij met de nieuwe collega's. Fantastisch natuurlijk. Ja, nee. Het is nu, we zijn nu twee dagen als nieuw college. De sfeer is goed. We hebben een goed bestuursakkoord eronder liggen, beleidsakkoord. En met elkaar moeten we daarmee aan de slag. Voor mij veranderen een aantal dingen wel, een aantal zaken niet. Als ik naar mijn eigen gebied kijk. Dus als ik denk aan samenwerking, denk ik aan de samenwerking in het college. Maar ook aan de samenwerking met de stad en ook hier met de organisatie. Er zijn een aantal vlakken waar die samenwerking, waar ik die mag voortzetten. Ik denk aan sport, hier interne financiën. Maar ook iets nieuws waar ik echt in ieder geval heel professioneel kennis moet maken met de collega's en met de stad en met de omgeving. En dat heeft te maken met jeugd en jeugdzorg. Ja, dat is mooi. En dat is een nieuwe uitdaging, denk ik, om met nieuwe collega's erin te gaan. We hebben 2,5 jaar goed samengewerkt in het vorige college. En ik zie er naar uit om dat de komende 4 jaar met deze college collega's opnieuw te gaan doen. De eerste echte collegevergadering is een vergadering waarop de agenda allemaal voorstellen staan die nog door de wethouders uit het vorige college zijn voorbereid. Eigenlijk een voortzetting van bestaand beleid. Ik zie het niet zozeer alleen als voorstellen van voorgangers, maar gewoon van het beleid waar we ook voor een deel gewoon mee hebben ingestemd. Ik neem graag die taak op me om gewoon verder af te maken waar zij aan begonnen zijn. Eigenlijk is de tweede collegevergadering natuurlijk na die beginvergadering van vorig jaar. Morgen gaan we echt besluiten nemen. Dus daar zie ik ook wel naar uit. Nou, geen probleem, want we hebben zelf in de raad gezeten. Ik denk de meeste raadsleden, of nu wethouders en toen raadsleden. En we hebben altijd meegewerkt en meegedacht aan de stukken die voor liggen. Dus ik denk niet dat er heel veel geks op tafel zal liggen waar wij moeite mee zullen hebben. Dus we staan ook voor voortzetting van beleid. Dat hebben we ook besproken in de onderhandelingen. En ik denk dat dit een van de punten zal zijn die iedere keer weer terug blijft komen. Dus ik voorzie geen probleem op dit punt. Ja, ik denk niet dat mensen willen dat we stoppen met stoeptegels vervangen of parkeerlichten dat ze goed werken. En denk aan het onderhoud aan de kaders of de brug, wat we volgende week ook bespreken. Ik bedoel, dat is gewoon werk wat door moet gaan natuurlijk. En dat hoort toch grotendeels ook bij het werk van een wethouder. Het gaat morgen om twee punten die in mijn portefeuille zitten. En bij het ene ben ik helemaal niet betrokken geweest. Meerjaren perspectief grondexploitaties, dat is ook heel dik en ingewikkeld. Ander punt, de houdbaarheid van het openbaar vervoer in Schiedam. Met name het vervoerplan 2015, daar ben ik vorige week al wel bij betrokken geraakt. Dat was ook heel sympathiek van Peter Groeneweg om mij ook aan tafel te vragen daarover. Dus daar heb ik me dan wel voor kunnen bereiden. Een echt lange inwerktijd is de wethouders niet gegund. Veel voor Schiedam belangrijke zaken dulden geen uitstel of vertraging. En op 5 juni is de eerste raadsvergadering waar de nieuwelingen hun debuut zullen maken in de nieuwe functie.